het Rijk gaat de gemeente gewoon overroelen. Gaat gewoon zeggen, oké, deze bibliotheek wordt nu een asielzoekerscentrum. Of dit gemeentehuis wordt nu een asielzoekerscentrum. En als gemeente heb je daar dus helemaal niets meer over te zeggen. En ik zag net dat Inge Lengton, dat is de chef van de Haagse redactie van de Telegraaf, die twitterde zo'n gifje van zo'n instortend flatgebouw. En zei, lokale democratie in Rutte 4. Dan denk ik, ja, allemaal lachen, gieren, brullen. Maar dat is dus de chef van de Haagse redactie van een hele grote krant. Die maken gewoon al dit soort geintjes van, ja, we zijn hier een soort China geworden. Dikke vette scheid aan de mensen in het land die daar al wonen. Want er wonen natuurlijk al mensen. Of er hebben al mensen daar een kantoor. Of die waren van plan dat te ontwikkelen tot iets anders moois. Nou ja, gewoon dikke middelvinger. En wie gaat er weer over binnen de regering? Ja, Hugo en Erik van den Burg. Ja. Echt. Nee, maar ik zit zelf natuurlijk ook in de gemeentepolitiek. En ook wij hebben in de gemeente Elburg moeite om jonge mensen, met mensen die alleen komen te staan, te kunnen huisvesten. Dat is iets waar je trots op bent. Dat is nou eenmaal zo. Daar zijn wij ook niet uniek in, maar dat wil je wel opgelost zien. En daar heb je te maken met bestemmingsplannen. En onbestemmen is af en toe best wel een heel erg lastig dingetje. Soms kunnen daar ook nog gerechtelijke procedures aan de grondslag liggen. En daar wil je heel zorgvuldig mee omgaan, maar ook sneller adequaat als het even kan. En als je dan zegt, van ja, er staat een kantorencomplex staat daar open en staat er vrij. Niet dat het in de gemeente Elburg zo heel erg breed gezaaid is. Maar dan moet je dat dus heel erg zorgvuldig ombestemmen. En dan moet je dus ook inspraak geven. En de mensen mogen daar ook weer voor naar de rechter gaan als ze daar niet mee eens zijn. En dan willen eigenlijk gewoon onze jonge mensen, onze mensen die alleen zijn komen te staan, bijvoorbeeld door een scheiding, wil je een plek geven om daar verder te kunnen gaan met je leven. En niet dat je onder de zolderraam van je vader en moeder komt te bevallen als vrouw. En het is dus weer is die Hugo de Jonge erbij. Die wordt in de Telegraaf de minister van dwang en drang genoemd. Nou, dat lijkt mij een zeer juiste omschrijving. Die nieuwe coronawet die maakt dingen normaal die we normaal gesproken in China zagen. En dat we zijn gewoon China 2.0 geworden. Nou, dit is dus ook weer zo'n voorbeeld. En niemand trekt blijkbaar ergens een streep. Maar ook de bevolking dus niet. Dus ja, ik heb met dat asielverhaal heb ik wel een beetje het idee dat, ja, don't push us, because we're close to the edge. Hoe ging dat liedje vroeger? Don't weer? Push us, because we're close to the edge. I've got to lose my mind. Showing your age is dit. Maar dat gevoel heb ik wel een beetje van, jongens, we hebben allemaal die corona en de stikstof en zo allemaal wel. Maar er komt een punt, hè, dat het die laatste millimeter is, waardoor heel Nederland zegt, ja, maar oh, wacht eventjes, dit gaan we echt zo niet doen. En een paar jaar geleden had je die prachtige serie bij de VPRO, langs de oevers van de Yangtze. Als je die serie niet hebt gezien, kijk hem. Want dit is dus niet, ik zou zeggen, ons voorland. Nee, dit is wat het land wat wij al aan het worden zijn. Want er was een scène, kan ik me herinneren, dat die rivier, die dijde uit, of er gebeurde van alles. Nou, hoe dan ook, dus de overheid had daar besloten van, oké, hier staat wel een dorp met, het was meer een stad met flatgebouwen en zo. Maar de rivier moet hier komen. Dus het gewoon, zeg maar, de stop uitgetrokken. En de rivier ging daar gewoon lopen. Maar daar woonden gewoon mensen. Ja. En toen bouwde de regering nieuwe flats ergens op een berg daar in de buurt. Van, nou, dan ga je maar daar wonen. Maar die flats die hadden geen riool en geen stromend water, helemaal niks. Was alleen maar gewoon zo'n blokkendoosje neergezet. Zo gaat dat in China. Van, ja, de rivier komt hier even lopen. Dus ja, opzouten jullie, weet je wel. En nou, dat gebeurt gewoon. Ja. Nou, dat land zijn wij nu ook aan het worden. Van, oh, er komen hier even 500.000 asielzoekers wonen. Ja, maar ik woon hier al. En ik had hier mooi uitzicht. Ja, boeien. Gewoon, in wat... Ja, ik begrijp gewoon niet... Ik begrijp niet waarom we zo zijn geworden. Ik begrijp niet waarom iedereen het toelaat. Ik snap niet hoe het kan met twee partijen in de regering die zichzelf nog altijd liberaal noemen. Ik snap niet dat de democratie is opgeheven in een kabinet waar de Democraten 66 in zitten. Weet je, waar is Hans van Mierlo als je hem nodig hebt? Ik begrijp het gewoon allemaal niet meer. Zwageman en Van Veldhuizen pakken de zomer vol op zijn plek.